En hier de speler waar we naar uitkijken. In bloedvorm. 4 doelpunten in de laatste 3 duels. Laat het er maar goed voor zitten. Alle actie is live te zien. Hier op EA TV. Hallo allemaal. En welkom op deze fraaie, heldere avond hier. In het altijd knusse stadion. Het is nog heel even wachten tot hier wordt afgetrapt. En dan begint het voetbalfestijn. Collega Jeroen Guter en ikzelf, Siert de Vos, zitten hier klaar om de gebeurtenissen op het veld van commentaar te voorzien. En het wachten is op de aftrap van deze competitiewedstrijd. Dit is Brazilië tegen Chili. Het heeft er alle schijn van dat we een leuke wedstrijd gaan krijgen, Siert. De supporters van beide ploegen zijn al helemaal in de stemming. Daar ligt het niet aan. Nu het voetbal nog. Het thuisteam gaat met deze elf aan de wedstrijd beginnen. Daar was de aftrap van de Brazilianen. Het duel is begonnen. Het spel wordt stilgelegd. Het is buitenspel. Hij speelt hem slim. Ja, hij is er doorheen. Ja, het was voor iedereen duidelijk dat ze goed uit de startblokken kwamen. Maar zo snel had ik het doelpunt ook weer niet verwacht. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De score is geopend. Het is 1-0. Wat een loopactie, zeg. Hij blijft aan de bal. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En hij redt hem. Hij ging alleen op het doel af. Ik dacht dat hij zou zitten. Hij zet al vroeg druk. Onder druk heeft hij de bal. Oh, hij mist en onze kantinebaas had er nog in gelegd. Wat zonde, zeg. Bijna de gelijkmaker. Ja, maar dit is toch gewoon prutswerk. Ik heb geen ander woord voor. Prutswerk. Deze bal had gewoon moeten zitten. Hij zit er goed tussen bij die pas. Vervolgt zijn weg naar het doel. Kans om gelijk te maken. Keeper redt en het spel gaat door.
met die geweldige redding voorkomt hij dat de tegenstander gelijk weet te maken. En ik denk dat ze hem daar best wel even voor mogen bedanken. Arturo Vidal. Gutierrez. Nou, wat kan hij hiermee? Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. De speler raakt het balbezit kwijt. Ze kunnen snel uitbreken nu. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Het gevaar is nog niet geweken. Ja, koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Maar daarmee alleen zijn ze er nog niet, hè? Moet je zien hoe knap dit is. Hij timed de volley tot in perfectie. Ja, met zo'n stuit kan de bal ook in de tribune terechtkomen. Maar nu eindigt hij op heerlijke wijze in het net. Het is een prachtgoal. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Huerta. En nu Arturo Vidal. Arturo Vidal. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Dat was oppassen. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En hij komt eruit met de bal. Nu moet er iets gebeuren. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En moet je vervolgens die afronding zien. Die speler leest die voorzet perfect en knalt de bal langs de verbouwereerde doelman. Onhoudbaar. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Stevig getackeld, maar voordeel. Hij ontsnapt, hij moet scoren. En daar is de gelijkmaker. Nou, die liet niet heel lang op zich wachten. Ja, ze kwamen vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar heel snel is het weer rechtgezet. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat noemen we een keepersfout. Hij had die bal gewoon moeten hebben. En weer staat het gelijk. Ze geven elkaar geen duimbreed toe. Nog steeds aan de bal. Goed zijn lichaam ervoor gezet. De bal gaat achter. Doeltrap. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Buitenspel, zegt de scheidsrechter. Nog steeds op weg naar het doel. Kan
kans op de voorsprong. Alain. Ja, goal. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. En we gaan verder met een stand van 3-2. Gutierrez. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Hij past de voordeelregel hier prima toe. En de bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. Charles Aránguiz. De bal wordt met het grootste gemak rondgespeeld. Kans hier. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Veel tijd krijgt hij niet. Hij rukt verder op. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Alain! En hij maakt gewoon zijn derde. Haha, wat een geweldenaar is dit toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling. De afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. En nog voordat de bal op de grond ploft, heeft hij al uitgehaald. Verwoestend, mag ik wel zeggen. Ja, dit is een staaltje van techniek dat zijn weerga niet kent. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. En start die brommer maar. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Diaz. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Daar voorkomt die narigheid. Brazilië rukt op naar de goal. De medespelers in het midden gegeven. Het spel gaat verder naar die redding. Aanval gestopt, maar het wordt wel een hoekschop. In het midden van de 16. En hij komt er van dichtbij over. Oh, dat scheelde niet, zeg. Ja, had ze misschien ook wel ingebogen. Ja, zo'n voorzet verdient toch een beter lot. Maar hij verdwijnt over het doel. U ziet in de herhaling hoe die voorzet slecht wordt afgewerkt en over het doel verdwijnt. Charles Aránguiz. Ook deze paas is weer uitstekend. Door die actie is hij de bal kwijt. Hij kan mooi doorstomen daar. Een kans om te scoren. Voorzet en veel ruimte nu. Bal op de paal. Koekoek en weer terug het veld in. Koekoek raakt een goal van Brazilië. Obrigado. Nou, deze kan wel nog een keertje terugzien, hoor. En met name die voorzet, want die is tot in de puntjes verzorgd. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak, maar
als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal. Een prachtige treffer. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Blijft goed aan de bal. Hij pakt de bal af met een knappe actie. Ruimte voor de counter. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. De doelman was niet van plan die kopbal door te laten. Alain. En nu snel schakelen voor de counter. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij? Arturo Vidal. Arturo Vidal. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Dit is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Er ligt een counter op de loer. Komt er een doelpunt aan? Ratatatata, hier zit alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de brommer staat er. Springen, tak, 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 goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze gedaanloos toe. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En vervolgens kan hij verwoestend uithalen. Ja, het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Ze hebben haast met die vrije trap. Wat gaat hij hiermee doen? En met die actie weet hij de bal af te pakken. Een kans op een counter. Een enorme duik voor die doelman. Hoekschop wordt voorgegeven. Netjes die bal weggewerkt. Hij gaat het proberen. Die speler staat in de baan van het schot. We zijn er nog niet helemaal. Want er wordt 4 minuten blessuretijd bijgeteld. Veel ruimte op de flank. Een kans om te scoren. Zo uit de lucht. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Nou, veel beter kun je hem niet geven. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van deze voorzet. Die was perfect op maat. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak. Maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal. Een prachtige treffer. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas.
Bal weggegeven. Gutierrez. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. Knappe verdedigende actie. En weer in balbezit. We gaan rusten. De eerste helft was in ieder geval voor één team een feest. Eén team maakt in de eerste helft de dienst uit. Nou ja, dat kun je ook helemaal terugzien in de tussenstand. Zie het, daar is geen spel tussen te krijgen. Ze domineren echt op alle fronten. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Weer ingeleverd. Hij gaat ver. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En de bal ligt in het net. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Dat is natuurlijk een vrije trap. Hij zat er uitstekend bij, hoor. Goede reactie op de kopbal. Ze mogen een hoekschop nemen. Corner voor het doel gebracht. En de doelman kan die matige corner zo uit de lucht plukken. Wat een gekkenhuis. Deze doelman is nu wel heel ver van zijn domein. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Kan een doelpunt worden. De doelman keert die inzet. De bal gaat achter. Hoekschop. De bal komt voor in het 16 meter gebied. Hij was in positie om te schieten. Maar het is uiteindelijk in een doeltrap geëindigd. Ze krijgen het balbezit weer. En hij komt eruit met de bal. Teruggelegd op een teamgenoot. Koekoek raak, een goal van Brazilië. Obrigado. Wat een fluwele trap is dit, hè? Die paas is werkelijk oogstrelend. En daarmee brengt hij de doelpuntenmaker perfect in stelling. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Arturo Vidal. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Oh, wat een kans! Het gevaar is nog niet geweken. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Hij houdt die bal mooi laag.
En daardoor is hij moeilijk te pakken voor de doelman. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Nog eens vanuit een andere hoek. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Balbezit naar de tegenstander. Op het doel! En dat is een mooi doelpunt. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Dan zit weer weg. Zo te zien vindt de keeper het een beetje saai in zijn eigen doelgebied. Hij blijft maar lopen. Keepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Wat een gepruts van die doelman, zeg. Zo'n loopactie zie je toch niet vaak bij een doelman. En ik weet ook niet dat het verstandig is. Die bal kan er gewoon in. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Nou, ze dachten er niet aan hem te denken, want hij is immers een keeper. Maar ja, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Ja, ik denk niet dat ze dit hadden zien aankomen. En nog eens, vanuit dit standpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon... Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Daar is dan toch het gevaar. Ratatatatatatata, die gaat er uitstekend in. Ja, er zijn natuurlijk weinig spelers met zo'n traptechniek, hè. Kijk eens hoe die bal richting de spits wordt gestuurd. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie. Het team kan nu uitbreken. Natuurlijk geeft hij daarvoor een vrije trap. Pablo Hernández. Balbezit kwijt. Wat een gekkenhuis. Deze doelman is nu wel heel ver van zijn domein. Hij houdt die bal mooi vast. En gassen langs de zijlijn. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. En doe het dan! Al vroeg druk gezet.
De doelman is nu wel heel ver aan de wandel. Wat is hij van plan? Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. We hebben nog 20 minuten te gaan. Alexis Sanchez. Charles Aranguiz. Pablo Hernandez. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Charles Aranguiz. Arturo Vidal. De scheidsrechter laat Alexis Sanchez verder spelen. Na die overtreding op hem. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En hij komt eruit met de bal. Het gevaar is nog niet geweken. Hij kan net niet bij die voorzet, zonde. Nou, die afronding, Jeroen, daar zijn we het over eens. Hè? Die was niet geweldig. Het was gewoon matig, heel matig. Ja, en het was een goed uitgevoerde counter. Beter lot verdiend. Daar had veel meer in gezeten. Martial. De doelman wordt onder druk gezet. Dit lijkt me geen slim plan van de doelman. Wil hij scoren of zo? Kunnen ze profiteren van deze pass? Doelkans! Een fantastisch doel. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Mooi afgeschermd die bal. Bal kwijt. Blijft goed aan de bal. Een kans om te scoren. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Diaz. Arturo Vidal. Pablo Hernandez. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Koekoek raak, een goal van Brazilië. Obrigado. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nee, toch eigenlijk niet. Hè? De verdediging wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, ja, dan is het natuurlijk makkelijk afmaken. Ze gaan een andere speler proberen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. Goede beslissing. Ja, dat is een vrije trap. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja. Hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, mooi gedaan zeg!
Bal naar het midden. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Ik denk dat zijn coach hier de zenuwen van krijgt. De doelman loopt nu wel een heel eind met die bal. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Balbezit verloren. Arturo Vidal. Ze komen weer in balbezit. Dit kan maar eens een kans opleveren. Een spectaculaire redding van de doelman. Hoekschop in het centrum geplaatst. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Arturo Vidal. Alexis Sanchez nu. Goed breed gemaakt daar. Pablo Hernandez. En nu Arturo Vidal. Sterke actie, goed breed gemaakt. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Hè. Wat is echt een geweldige goal. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Alexis Sanchez, tegenpartij aan de bal. Hij stoomt verderop. Schiet op doel. Van zo'n poging schikt de doelman niet echt. Waar gaat die doelman helemaal naartoe met die bal? Wat een gepruts van die doelman, zeg. Het duurde heel kort dat Brazilië de bal had. Daar heb je een fluitsignaal. Er wordt vandaag thuis gewonnen. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen.